Dag mevrouw Moussaïd, de prijswinnaar. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, als je hier, dit heb je op je eigen Instagram gezet. Blij en trots. Waarom ben je zo blij en trots? Nou, het is, waar ik blij van word is dat je dus blijkbaar heel veel mensen inspireert. En dat zag ik gisteren ook heel erg bij die lancering. Dan kwamen allemaal jonge mensen naar me toe van ja, je bent een voorbeeld voor mij. En ik vind zo, ja, we kijken naar je en ik wil ook dat doen. En ik wil daar ook staan over 8 jaar. Dan denk ik van ja, dat maakt mij blij. Ja, je bent natuurlijk ook AT5'er, dus ja. Dan hebben we natuurlijk archiefmateriaal van jou. Een van de eerste beelden van jou bij AT5. Publiciste en journaliste Hasna Bouazza heeft het boek geschreven Arabieren kijken. En zij beschrijft daarin de Henk en Ingrid van de Arabische wereld. Ja. Hoe kijk je daarnaar nu? Ja, ik vind dat ik nog steeds hetzelfde ben. Ja, wat vind jij? Ja, ik zie nog steeds hetzelfde Nadia. Wie was jouw voorbeeld toen? Voor mij is Oprah Winfrey echt belangrijk geweest. Het is gewoon belangrijk dat je jezelf ook op een bepaalde manier kunt herkennen. En dan is etnische, culturele achtergrond is dan relevant. Maar ook dat het vrouwen zijn of bepaalde sociale klassen. Daar heeft het ook mee te maken. Dat je niet per se uit het... Ja, dat het eigenlijk zijn al die elementen belangrijk. Dat je je dus kunt herkennen in wat je op tv ziet. De gemeente heeft vandaag besloten dat het mega hostel wat in Amsterdam-Oost zou komen. Dit is geloof ik naast de bezemkast en naast de lift. Dus hier liepen ook gewoon mensen voorbij. En onder die omstandigheden moesten wij presenteren. Wij zijn er maandag weer. Fijn weekend. Ga je dit nu nog verder uitdragen of op een andere manier? Of nog? Nou, in alle eerlijkheid, ik ga gewoon verder met mijn werk doen. Ik zit nu gewoon te lezen en een interview wat ik zelf zo moet doen voor te bereiden. Nee, ik ga gewoon verder met mijn werk. Zoals ik hiervoor ook al deed. Je bent heel normaal gebleven eigenlijk. Nou, ik ben heel normaal gebleven, jongens. Ja. En gewoon plezier hebben daarin. Ja.